bij Roermond. U staat hier. Ik wil hier naartoe. Nee, nee. Oppassen voor slangen. Wildrooster niet geschikt voor paarden. Nee. En is dit te oud om zelf te lopen? Nou, eigenlijk een beetje zo'n 13, maar 13. Ik denk dat ze lui is. Dit is meisje 12. Maar dat is ook lastig. Zo, de herder er ook bij. Kijk eens, zie ik hier flinke brand in de mijnweg. Kijk eens. Brandwandeling. Hé, hey, ik heb die snoepjes. Nee. Duitser die rijdt met zijn auto door het natuurgebied. Niet goed wijs. Krijgt er wel warm van. Zo'n rugzak op je. Ja, en nou breekt de riem dus van mijn schilderskist. Hier. Godverdorie. En het ergste is, mijn paneel is ook helemaal gebroken. Jongen. MABEF, wat maak je nou voor product, man? Hier. Deze worden hier uitgeschoten. Watersysteem. Nou, de eerste keer dat ik er een eindje mee wandel en die riem breekt gelijk af. Die gesp gaat open. Doei. Zo kom. Denk je deze erin? Dit zo. Of dat stukje. En die boom heet niet. Ik vind die boom daarachter heel mooi. Die boom. Tja, ik moet wel mijn camera goed zetten natuurlijk. Ik vergat eventjes mijn camera goed te zetten.
Nee. Sorry, ik moet om 6 uur bij de outlet van Roermond zijn. Wauw, mooi geweest dit. Stevig doorstappen. Dan heb ik zo ver gelopen naar zo'n vennetje om te kijken of ik daar kan schilderen. En wat schilder ik dan? Gewoon een boomstam. Daar heb ik niet zo ver hoeven lopen. Ja, toch een mooie wandeling gehad. Shit, gaat hij hier weer los? Oei, oei, oei. Deze stond ook helemaal open. Dat er niemand komt. Die hebben verf verloren. Weer gerepareerd. Maar dit is toch niet de bedoeling, denk ik. Ik denk dat ik een refund moet aanvragen. Gaat die ene kapot, gaat die andere kapot. Dan zijn ze alle drie kapot gegaan. Tjonge. Het is al over 6. Ik ben bijna bij de auto volgens mij. Oh, 7 over 6 al. Komt te laat.